Hoe loopt de organisatie? Nou, we zijn heel erg blij, want we zijn erin geslaagd om een heel mooi deelnemersveld bij elkaar te krijgen dit jaar. We zitten al bijna 35 foodtrucks uit Nederland, België en Duitsland. En de eerste uurtjes verlopen vlekkeloos. Alle foodtrucks zijn er. De gezelligheid is er en de mensen druppelen goed binnen. Dus ik kan nu al spreken over een mooi begin. Ja. Ja, nee, vorig jaar was de eerste editie en zijn we in staat geweest om meteen een evenement neer te zetten. Nou, en als je daarop verder kan borduren, kan je nu al spreken over een mooi succes. Want we hebben toch een mooi internationaal deelnemersveld. En het is een tweede editie met dezelfde deelnemers. En vanuit die positie zijn we verder gaan bouwen. En ik denk dat we trots kunnen zijn op hetgeen wat hier nou plaatsvindt. En het is de tweede editie, maar dit smaakt naar meer. Met hoeveel man doen jullie de organisatie? Met z'n vieren en een dame. Vier mannen en een dame. Zo, en dat is voldoende om dit hele alles op poort te krijgen? Ja, absoluut wel. Ja, en we hebben ook heel weinig vergadertijd met elkaar. Dus het gaat heel goed. Ja. De meeste doen we per sms en zo naar elkaar toe, wie wat moet doen. En dan gaat het goed. Professionals dus? Ja, het is wel professioneel, ja. Ja, ja. Nou is het 2 dagen. Denk je dat je voldoende mensen krijgt ook op de 2e dag? Ja, het is nou mooi weer. Hè. De mensen zijn naar het voetbalveld geweest met de kinderen, denk ik, of naar het sport. En ze gaan een beetje tuinieren. En het is nou rond 4 uur, 4:30 begint het, denk ik. Dus dat komt wel goed.